Goeiedag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag op tafel de Definitive Technology D11, de Demand 11. Een prachtig luidsprekertje van de Definitive Technology voor zo'n 900 tot 1000 euro. Check it out. Definitive Technology is nog niet super goed verkrijgbaar in Nederland. En dat heeft ook een reden, want ja, de groep waaronder het valt, Sound United, heeft het bijzonder druk met het uh, ordenen en het uh, strak krijgen van hun huidige assortiment. Wat bestaat uit Denon, Marantz, Pollock, Boston, Class C, Definitive. Ja, ze hebben hun handen vol om ook nog die Nederlandse markt helemaal te, uh, te structureren. Maar dat gaat komen. Einde van het jaar moet het allemaal een beetje op orde zijn, hebben we begrepen. Maar wij hadden deze al aangevraagd. En de reden is dat we. Behoorlijk onder de indruk waren van de prestaties van dit uh, kleine monitorspiekertje. Sterker nog, hij speelde de Polk die op de Marans Pearl set aangesloten was behoorlijk weg. En dat met een ja, minder goede set die, uh, die het aanstuurde. Uh, het mid-hoog was gewoon beter gedefinieerd, het laag was strakker, en, en ja, ook meer detail zat er allemaal in. De spreiding was allemaal wat beter geregeld. Kortom, het was al met al een veel betere speaker. Nu is die ook wel ietsje duurder, maar het is echt bijna niks. Deze set kost 900 tot 1000 euro per paar. En heb je nog optionele stands erbij dan Ja, wat zal het zijn? 12, 1300 euro. Nou, voor zo'n mooi afgewerkt speakertje is dat een behoorlijk goede deal. Want laten we eens gaan kijken naar uh, hoe die speaker is opgebouwd. Allereerst heb je natuurlijk de kast. Die is van MDF. Er zit een prachtige pianolak overheen. Het ziet er goed uit. We zien bijna geen cipel, uh, sinaasappel. Uh... Huidje eroverheen. Het front is van uh, aluminium, uh, ook weer geparmoerd, ziet er gewoon goed uit. En apart aan deze speaker is dat bovenop zie je ook een speakergrill. En dat komt omdat dat onder een passieve radiator zit, die het laag dus moet gaan ondersteunen. Passieve radiatoren hebben een uh, voor- en een nadeel. Het, uh, het, het het voordeel is dat je meer laag kan krijgen. Het nadeel is dat de aanstuurbaarheid wat lastiger is vaak. Dus je hebt wel een betere versterker nodig om het allemaal strak te houden en vooral qua uh, timing en, en fase strak kan houden. Maar als het werkt, heb je een uh, goede speaker. Um, aan de voorzijde zien we een aluminium dome-tweeter met daarvoor een, uh, een uh, faseplugje, uh, hoe je het ook wil noemen, een waveguide. Beter gezegd. En daaronder zit een hele aparte woofer En Definitive Technology heeft het continu over een, een double surround balance driver. Met een, een wave plug erin of zo. Um, een beetje een apart verhaal. We gaan er nog een beetje verder op in voor de review van deze luidspreker. Dit is gewoon een bespreking. Maar. Wat we ons kunnen voorstellen is dat ze de woofer in ieder geval beter onder controle willen houden met een, een aparte surround constructie. En dat doet Bowers bijvoorbeeld ook met de tweeter. Die heeft een carbon bracing eromheen en een dubbel dome. En dat moet die tweeter beter onder controle houden waardoor het op opbreekpunt verder weg ligt. Nou, dat hebben ze ook gedaan met deze woofer. Als we het allemaal goed hebben begrepen. En in het midden zit dus ook nog een van een, face plug, een waveguard plug. En die moet de spreiding van het, stereo, van, van het geluid verbeteren. En uh, dat moet invloed hebben natuurlijk op de uh, stereo imaging. Maar ja, het laag heeft geen richting, dus we kunnen ons voorstellen dat die getuned is op het midden. Het is een mid-laag driver immers. En ja, wat wij hoorden is dat het stereo beeld dik in orde is voor een luidspreker in deze klasse. Dus het zal werken. Um, al met al vinden we het een leuk spiekertje om te zien. Het ziet er goed uit. Ook voor uh, het geld wat ze ervoor vragen: 900 tot 1000 euro per paar is natuurlijk niet niks. Maar het is ook niet veel geld voor een luidsprekerset als deze. Met dit afwerkingsniveau en ook het prestatieniveau voor wat we hebben gehoord. We gaan er natuurlijk allemaal verder op in. We bedanken jullie weer voor het kijken en tot de volgende keer.